En dat is van de meeldroom op Rinkeroever. Daar werd deze week een enorme ravage aangericht door een onbekend insect. Sommige buren hebben er een glimp van opgevangen en spreken over een enorme rups. Ja, het moet een grote rups zijn geweest die hier dus allerlei draden heeft achtergelaten, slijmachtige draden. En we zijn het nu in teamverband aan het onderzoeken wat het allemaal zou kunnen zijn, maar er is hier echt een grote ravage gebeurd. En ja hoor, gisteravond kwam de rups tevoorschijn. Om te ontsnappen aan de uitlaatgassen is ze dit flatgebouw opgeklommen. Met haar buikje vol van alle lekkere groentjes die ze de dagen ervoor heeft opgesmikkeld, spon ze zich deze nacht in een grote kokon. Die groenten hier en zo, dat is allemaal voedsel voor die rups. Als ik een rups zou zijn, dan zou ik het ook wel weten waar ik moet zijn. Dus ik vermoed, of ik ben bijna zeker, dat daarom is dat die rups hier zoveel schade heeft aangericht. De buren hier op Linkeroever zijn alvast niet bang van het enorme beest. Ze noemen hem liefkozend Rupskerups. Die zal de komende weken groeien in zijn kokon. Over een maand kan iedereen komen kijken, want dan komt hij als vlinder naar beneden.